Meneer Peper, zit hier een rancuneus man? Nee, ik hoop van niet. Nee. Maar het is wel, mijn omgeving zegt dan wel, het is zonde dat ze jou niet hebben ingezaagd voor dit of dat. Want ik heb van een aantal dingen, sprak ik bescheiden wel een beetje verstand, niet waar? Maar goed, zo is het. Maar hoe moeilijk is dat? Want u zegt zo is het, maar... Ja, daar leer je een beetje mee leven in de zin dat je ziet dat sommige mensen worden gevraagd voor dit en voor dat. Dan denk je, nou, ik geloof dat ik daar wel ietsje meer zicht op heb. Maar dat gebeurt dan niet. En ik ga niet met de pet rondlopen van... kun je me een baantje bezorgen of kun je me klusjes? Daar hou ik niet van. Jaar is Bram Peper nu. Zijn conditie is slecht. Twee kapotte knieën en een chronische ontsteking leverden hem een maandenlang verblijf in het ziekenhuis op. Hij woont alleen in het centrum van Rotterdam. Vanaf zijn balkon kan hij nog net het puntje van de Erasmusbrug zien. Een van zijn wapenfeiten als burgemeester. Geniet u een beetje van uw pensioen? Ja, redelijk, ja. Ja, maar dat is al lang gaande natuurlijk, dat pensioen. Ja, iets te lang? Nou ja, als je dat een jaar op zou zeggen, moet je gewoon doodgaan natuurlijk. En dat is niet de bedoeling nog. Maar ik ben natuurlijk al een jaar of 12 ben ik pensionado. En daar geniet ik redelijk van, ja. Redelijk? Ja. Ik zou liever willen werken, zal ik maar zeggen, maar ja, op een gegeven moment houdt het op. Zaterdagavond. Bram Peper is op weg naar Feyenoord PEC Zwolle. Als het even kan, bezoekt hij de thuiswedstrijden van de club. Dit keer is ook goede vriend Neerlandicus Frits van Oostrum mee. En Henk Severin, al 30 jaar zijn vaste chauffeur. Tweemaal. Hey Peter. Hoe is het te zien, jongen? Goed. Ja. Kijk eens aan onze burgemeester. Peter Hartman, hè? Ja, wij hebben in ieder geval nog wel op die kopsingel gestaan, toch? Zo is het. De skybox van vriend en ondernemer Willem van het Woud is een warm bad voor Peper. Ze zijn allemaal trots op hun vroegere burgemeester. Vinden het ellendig wat hem is overkomen. En over zijn val en de bonnetjes hebben ze het er niet. We hebben het ook nooit over gehad. Toen ook niet. Nooit over gepraat. En het werd allemaal genoemd in de kranten en zo. Maar er werd hier ook nooit over gesproken of zo. Nee. Ik vind dat het een heel lullig voor hem geweest is. Maar hij is later wel in ere hersteld. Hè. En hij heeft ook een aanzienlijke schadevergoeding gekregen van die accountants die hem toen beschuldigd hebben. Dus uiteindelijk is hij er financieel beter van geworden, maar zijn reputatie is natuurlijk... Geen mens wil nog volledig geloven dat hij onschuldig is geweest. Feyenoord maakt een moeilijke periode mee, maar de laatste 2-3 jaar gaat het heel aardig weer. Maar hoe zou u Feyenoord willen kwalificeren? Nou, een topclub van volkse origine en volkse voornaamheid. En dat volkse spreekt u aan? Dat spreekt me zeer aan. Het is natuurlijk een arbeidersclub eigenlijk van Zuid, hè? Rotterdam-Zuid. Daar liggen de roots. En dat past bij u? Ja, ik kom zelf ook uit zo'n milieu. En ik hou daar wel van. Dat vind ik mooi. En was u zelf, want u zei net zelf, ik heb veel gevoetbald ook vroeger, semi-prof. Ja. Was u een aanvaller of een verdediger? Ja, ik ben aanvaller. Overal, een hele leven ben ik aanvaller. En als burgemeester? Verdedigen kan ik niet. En als burgemeester? Aanvaller. Laten we het toch maar gelijk hebben over die bonnetjesaffaire. Hè? Wat heeft dat voor uw leven betekend? Nou ja, een werkloosheid meteen. Daar komt het in feite op neer. Het is een breuk in je leven zoals het verlies van iemand waar je van houdt, zal ik maar zeggen. Zo kun je het ook zien. Je raakt je oriëntatie, je identiteit voor een deel die je ontleent aan je werk, raak je kwijt.
En als het nou waar was geweest, dan zou je zeggen, nou ja, akkoord. Maar daar heb ik 2,5 jaar voor gevochten. En, maar ja, dan is het leed gebeurd. En dan blijft het heel lang hangen bij mensen, van er is wat aan de hand met die man. Die heeft in de gemeenschapspot gegraaid en wat is meer zijn. Ja, dat is allemaal niet waar. En je kunt het alleen overleven omdat je zelf weet dat het niet waar is. Maar dat kost wel een moeite, want je staat op een achterstand. Maar goed, het is wel zo. Ook als wij nu zeggen dat we een programma over u maken, dan beginnen mensen allemaal over die bonnetjesaffaire. Dus voor veel mensen wordt u nog steeds gezien als die zoemelende burgemeester. Ja, hoe voelt dat? Het zal me verder worst zijn, ik bedoel. Ja, zal dat u echt worst zijn? Ja. Dat geloof ik niet. Nee, maar goed, dingen blijven hangen. Peper is een bonnetjesaffaire en dat klopt dus niet. Nee. En dat Peper het heeft gewonnen, dat Peper alle rechtszaken heeft gewonnen. En dat Peper is gecompenseerd door de rechter bij KPMG voor tonnen, nietwaar? Aan inkomensverlies. Ja, dat gebeurt niet zomaar. Dan heb je dus geen casus gehad. Zo simpel is het. Goed. Wij gaan even kijken naar een journalist die we hebben gesproken uit de tijd van de bonnetjesaffaire. Dat moet schrikken zijn geweest voor het echtpaar Peper Kroes toen vanmorgen het Algemeen Dagblad in de bus viel. De krant besteedt een groot deel van de voorpagina aan fraude, beschuldigingen aan het adres van de huidige minister van Binnenlandse Zaken en zijn vrouw. Het Algemeen Dagblad publiceert vanaf najaar 1999 tientallen artikelen over het declaratiegedrag van Peper. De koppen liggen er niet om. Niets mis mee, vindt journalist Allard Besse ook nu nog. Alle artikelen die hij en zijn collega Peter de Knecht schreven, waren gestoeld op gedegen onderzoek. Hij werd beticht van het doen van creditkaartuitgaven en uitgaven die privé waren en werden afgewend op de gemeente Rotterdam. Noem eens een voorbeeld dan. Bijvoorbeeld wat justitie ook heeft geconstateerd is een plezier rondvlucht boven Rotterdam met vrienden. De rekening ging naar Rotterdam en dat hebben wij heel nauwkeurig uitgezocht. We wisten precies wie er aan boord waren, waar ze zaten in het vliegtuigje, et cetera, et cetera. Wat er werd gedronken aan boord. De rekening ging naar de gemeente. En dat waren alleen mijn vrienden. Het was geen zakenreisje. Dat was geen zakenreisje en dat heeft justitie ook al zodanig geconstateerd. Uiteindelijk is die strafrechtelijk niet vervolgd. Nee, klopt. Het is door justitie geseponeerd. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, hij is onschuldig. Nee, want dat is de CEPO-reden niet. Justitie heeft gezegd, het is lang geleden, er is zoveel commotie ontstaan, politiek en maatschappelijk. En hij heeft inmiddels ook een deel van het bedrag terugbetaald. Dus we laten het hierbij. Jij staat nog steeds achter die artikelen. Ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, misschien omdat er niet vervolgd is. En justitie heeft hetzelfde geconstateerd als onze bronnen. Wat wil je nou nog meer? Twijfel je aan de integriteit van Bram Peper? Ik weet het niet. Ik vind dat een lastige vraag. Het is gegaan zoals het destijds is gegaan. Ik weet niet wat de mores was in het openbaar bestuur van Rotterdam destijds. Dat is een betere vraag die je aan de heer Peper zou kunnen stellen. Ja, meneer Peper. Bent u integer? Ja, is het antwoord, ja. En bent u onkreukbaar? Dat is hetzelfde. Dat is een Nederlands voor integer. Dus daar is geen twijfel over bij uzelf? Nee. Absoluut niet. Anders had ik het niet. Anders had ik het niet overleefd, natuurlijk. Maar toch, hè, als je nu Allard Besse ook weer hoort zeggen, dat verhaal over dat vliegtuigje. Een privévlucht boven Rotterdam op kosten van de gemeente Rotterdam. Was dat slim? Nee, dat was geen privévluchtje. Dat was geen privévluchtje. Ik had een uitnodiging van de directeur van de luchthaven om eens een keer te gaan vliegen over de stad en de haven. En daar heb ik toen gebruik van gemaakt. Met vrienden? En toen heb ik een paar mensen uitgenodigd. Ze zeiden, nou ja, ik heb zoveel plaatsen. Het was een vliegtuigje met 8 mensen of 10 mensen en zo. Zo is het gegaan. Ja, maar dat wordt je dan toch achteraf niet in dank afgenomen. Want dan wordt het toch uitgelegd van, ja, op zaterdag met vriendjes boven Rotterdam een vluchtje maken. En ja, maar dat is zijn interpretatie. Ik heb ook ongelooflijk veel boottochten gemaakt door mij. Ja, dacht hij dat ik voor de zoveelste keer met veel vreugde in een boot stap om op een zaterdag of op een zondag met gasten of relaties van de stad Rotterdam of met mensen van buiten, vanuit het buitenland, boottochtje zitten maken. Ik bedoel, het is te gek voor woorden. Dat moet dan ook betaald worden gewoon door de gemeente? Ja, natuurlijk.
Ja. Was de mores toen op het Rotterdamse stadhuis misschien niet iets te slordig? Daar geloof ik niks van. We hebben altijd de begroting goedgekeurd gekregen. Ook door de commissie te onderzoek van de rekeningen. Strenge wethouder van Financiën, Joop Lindhorst, ga zo maar door. Maar we zijn natuurlijk in die zin een wat ongewone gemeente, dat wij heel veel mensen op bezoek hebben. Heel veel relaties hebben. En toen de wereldhaven nummer 1 waren. Ja, dan kun je niet als een kruidenier gaan opereren, begrijp je dus daar. Maar er is niks als u nu terugkijkt op die periode waarvan u zegt, dat had ik beter anders kunnen doen. Nee, niet echt, nee. Nee. In dat opzicht niet heeft echt. U nergens spijt van? Nee, nee. Ik ben ook niet veroordeeld. Goed. Meneer Peper, laten we even kijken naar een man die u nooit als besmet heeft beschouwd. ABN AMRO-topman Gerrit Salm zat als minister van Financiën samen met Bram Peper in het tweede Paarse kabinet. Hij is nog steeds bevriend met Peper. Ze waren maatjes destijds. Ja, we zaten naast elkaar. Dat helpt in de ministerraad. Dus je maakt ook wel grapjes dan met elkaar. En dan kan je het op een gegeven moment goed met elkaar vinden. Ja, hoe belangrijk is dat dan om naast elkaar te zitten? Nou, dat helpt wel. Ja, als iemand ver weg zit, heb je toch minder contact. Je fluistert af en toe wel eens wat als je naast elkaar zit tijdens de vergaderingen. En maakt grapjes. En dat helpt wel. Zalm was een van de weinige mensen die Peper na de bonnetjesaffaire niet als een baksteen liet vallen. Hij schreef Peper een brief, daags na dienst aftreden. Treurig ben ik over je vertrek. Ik werd er steeds een grotere fan van je. Erudiet, ironisch, zelfspot, het aanraken en het droog handen wassen. Ja, inderdaad. Ja. Wat is droog handen wassen? Dat is dat hij vaak zo deed. Tijdens als hij een verhaal zat te houden. En dat viel me op, dat hij dat regelmatig deed. Dus u dacht, dat zie ik straks niet meer? Ja, ik vond het wel een rare tik van hem, om het zo maar te zeggen. Maar als u nu terugkijkt op wat er met Bram Peper is gebeurd in Rotterdam en dat hij daardoor moest aftreden als minister van Binnenlandse Zaken, is er iets waarvan u zegt dat had hij slimmer moeten aanpakken? Ja, hij had waarschijnlijk iets meer op zijn administratie moeten letten, maar voor het overige is gebleken dat hij is uiteindelijk vrijgesproken, als ik het zo mag zeggen. En dat maakt het natuurlijk extra wrang. Opeens moest hij weg. Ik bedoel, hoe werd daarover gesproken onderling? Nou, dat gaat vrij snel, moet ik zeggen. Want dan komt er weer een opvolger en dan ga je weer verder aan het werk. Die ministers zijn natuurlijk allemaal heel druk. En je moet echt voor jezelf plannen dat je ook nog aandacht hebt voor een vertrokken collega. Want anders dan gaat het zo over tot de orde van de dag. Ja. Het is wat dat betreft een vrij hard bedrijf. Maar leeft het niemand met hem mee dan? Nou ja, dat ongetwijfeld. Maar blijkbaar heeft niet iedereen dat zo laten merken. U heeft daar niet veel van gezien? Nou ja, dat kan Bram beter vertellen dan ik, maar ik heb wel begrepen dat, dat er niet veel mensen waren die het contact met hem opnamen. Waarom lijken VVD'ers eigenlijk altijd een stukje aardiger dan mensen van de Partij van de Arbeid? Nou, de Partij van de Arbeid mensen zijn vooral bezig met de mensheid. En die vergeten vaak de mensen. Klopt het, meneer Peper? Gaat het de Partij van de Arbeid meer om de mensheid dan om de mensen? Ja, er zit wel veel in. Dat is Gerrit heeft het nu gezegd, maar het is al meer gezegd. Ook zelfs door wat meer humoristisch aangelegde Partij van de Arbeid. Mensen die er niet zoveel zijn. Maar ze zijn altijd bezig met de buitenwereld en dit en dat. En hebben weinig oog. Er zijn natuurlijk goede uitzonderingen op. Op de menselijke kant. Dus dat is waar. Dat klopt. Ja. Want heeft u zich toen in die tijd gesteund gevoeld door de Partij van de Arbeid? Nee. Alleen door Ad Melkert, moet ik zeggen. Die heeft mij toen ik hetzelfde proces won, heeft hij daar in het openbaar van gezegd, zie je wel. Of woorden van die strekking. Maar slechts één persoon, dat is nogal wat. En daar kreeg je weer kritiek op in de fractie als het ware. Want ja, de fractie die dacht dat ik slecht was, zal ik maar zeggen.
Bram Peper, die als minister van Binnenlandse Zaken aftrad om zich te verdedigen in zijn declaratieaffaire, krijgt ruim €375.000 schadevergoeding van het accountantskantoor KPMG. Peper zoekt al een tijd eerherstel. Hij won vrijwel alle procedures. U heeft door die Partij van de Arbeid ook nooit meer een functie aangeboden gekregen. Nee, en ze hebben ook nooit gezegd dat ze zich vergist hebben, begrijp je? Dus dat had wel gekund. Ja, wat had u willen horen dan? Nou ja, goed, ik ben vrijgesproken, zoals Gerritsson terecht opmerkt, nietwaar? Mm-hmm. En dan zou het wel elegant geweest zijn om eens van de zijde van het partijbestuur of van de fractie te horen. Maar wat had u verwacht nadat De Partij van de Arbeid Rotterdam, maar ook de Nationale Partij van de Arbeid, had gezegd, nou, akkoord, wij hebben toen die positie betrokken, maar zeer gefeliciteerd dat het nu zo goed is afgelopen allemaal. Naar alle schade die is aangericht. Ja, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd, nee. En dat doet nog steeds pijn? Nee, niet meer. Nee, ik bedoel... Maar heeft wel veel pijn gedaan? Ik had het elegant gevonden. Ik verwachtte het overigens niet, hoor. Ik ken die partij heel goed. En dat bedoelde Gerrit Salom ook van... een beetje aandacht voor de mensen kan af en toe geen kwaad. Dat gebeurt ook wel op individueel niveau. Maar het is niet de stijl van de Partij van de Arbeid. Bram Peper werd in de jaren 60 lid van de Partij van de Arbeid. Hij ontwikkelde zich tot een prominent partijvernieuwer en later ook strateeg. Vele roemruchte toespraken van partijleiders als Joop den Uyl en Wim Kok werden geschreven door Bram Peper. Stemt u nog Partij van de Arbeid? Ik ben zo weinig origineel dat ik daar ja op moet zeggen. Maar een voorbehoud? Nee, ik heb er af en toe wel moeite mee, maar ik ben... Kijk, als je niet meer op de Partij van de Arbeid stemt in mijn positie... dat levert een krantenbericht op, Peper stapt op. Want is het niet eens met de Partij... Ik ben met heel veel dingen in de Partij van de Arbeid. Ik vind dat ze overal te laat mee zijn, niet waar? Ik heb zelf wel eens op mijn lazer gehad, omdat ik... discussies over de sociale zekerheid hadden over de bijstandswet in Rotterdam. Ik ben verketterd. Ik ben nog een paar jaar geleden verketterd. Toen ik voor het Buitenhof zei dat men moest letten op vriendjespolitiek, op cliëntelisme in bepaalde deelgemeenten van Rotterdam. Nou, dat was een aanval en zo. Ja, jammer genoeg beschik ik over enig inzicht in allerlei dingen. Ik ben wel eens ergens geweest en ik heb sociale wetenschappen gestudeerd enzovoort. Enfin, maar dus de Partij van de Arbeid loopt wel achter de feiten aan. Als ik nu de regering zie met maatregelen, dan denk ik, als ik die had bepleit, hè, die worden gedeeld door de Partij van de Arbeid 10 jaar geleden, hadden ze me gerooieerd. Maar het feit dat dat nu wel gedaan wordt, vindt u dat goed van de Partij van de Arbeid? Of zegt u, dat is toch veel te laat? Veel en veel te laat, begrijp je? Dan hadden de inbreuken op langs de sociale zekerheid niet zo diep ingrijpend hebben moeten zijn als het nu het geval is. Vragen ze u nog wel eens om een adviesje wat dat betreft? Nee. Ik geloof niet dat ik op een uitbundige populariteit kan rekenen in de Partij van de Arbeid. Je kunt er wel om lachen. Ja, tuurlijk, ik lach. Ja, dat heb ik altijd gedaan. Ik bedoel, je moet het leven niet zo verschrikkelijk serieus nemen, want dan ga je daar onderdoor. Ik word ongetwijfeld gezien als een kwijlende oude mastodont. Hè? Een bestuurlijke hanggroep ouderen waar je niks aan hebt. Is dit een van uw favoriete plekken? Ja, dit is wel. Ik woon hier vlak in de buurt. Maar waarom is dit een mooie plek? Nou ja, omdat we hier de Wilhelminapier hebben. En we hebben het nieuwe gebouw van Rem Koolhaas. We hebben de Zuidoever, dus de Wilhelminapier met Hotel New York. En achter ons? De Erasmusbrug natuurlijk. Hè? Ik herinner me nog heel goed dat we dat geloof ik in 91 hebben besloten dat die in 96 klaar is gekomen. Mede dankzij een gift van de toenmalige
minister Hanja Maaijenbergen, waarvoor ze nog steeds moet worden bedankt. Ja. Maar daar bent u het meest trots op die brug? Nou, niet. De brug is wel een geweldige klapper natuurlijk. Nou, was u een burgemeester die ook wel wat weerstand ondervond, hè? Mensen vonden u soms wat bot en wat... Ja, dat hoorde ik wel eens, ja. Dat hoorde ik wel eens. Wat vindt u daarvan dan? Nou ja, er zal wel iets van waar zijn natuurlijk. Ik bedoel, maar ik heb wel zeer hard zitten werken. En je kunt natuurlijk niet alles doen. Je kunt niet iedereen over de bol aaien. En af en toe moet je ook beslissingen nemen waar mensen tegenop zullen komen. Het zij zo. Dus ja, maar als je onbesproken bent, of er is niet af en toe wat rumoer om je heen, geloof ik, ja, dan ben je een allemansvriend, dan zit je lintjes door te knippen en dan zwaai je dan mensen. Dat hoort ook niet bij Bram Peper. Nee, dat is, ik ben gek op mensen, daar gaat het niet om. Maar een beetje rumoer heeft u wel gehad? Een beetje rumoer, ja, dat kun je wel zeggen als je van het understatement houdt. We hebben veel mensen trouwens over u gesproken. Ja. En wat dan opvalt is dat of je haat Bram Peper of je houdt van hem. Er zit niks tussenin. Nee, dat hoor ik ook wel meer, ja. Dat mensen u soms niet zien zitten heeft ook wel een beetje te maken met uw arrogante houding of uw horkerige voorkomen af en toe. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Van wie heeft u dat? Een schattige vorm van verlegenheid en overzicht. Dat begrijp ik niet. Een schattige vorm van verlegenheid en overzicht. En overzicht over de materie. Begrijp je? Er is een bekende foto van mij dat ik naar de raadszaal zit en een vergadering voorzit en naar boven kijk. Er wordt geïnterpreteerd als die man heeft geen belangstelling. Ik luister niet met mijn ogen. Want ik vond een raadsvergadering altijd heel fantastisch om voor te zitten. Wat daar gebeurde. Ik had het allemaal in de gaten. Want daar luister ik mee natuurlijk. U had toch een bepaalde positie in Rotterdam. En er werd ook wel eens gezegd, Bram Peper gedraagt zich een beetje als een zonnekoning. Ja, dat is een makkelijke aanduiding, omdat je dan overal vanaf bent. Begrijp je? Dan heb je iemand gekarakteriseerd. Maar het klopt niet? Dat klopt niet. Ik heb helemaal geen neiging gehad om een zonnekoning te zijn. Dat kon ook verder niet. Dat was helemaal niet aan de orde. Mensen denken er anders over, hè? Ja, dat zou wel kunnen, maar mensen kunnen zich ook vergissen, nietwaar? Het is onzin, zegt u. Het is echt onzin, ja. Ik bedoel, je kunt iemand snel afmaken door er een plakketje op te doen. Dan hoef je niet meer na te denken. Ja, maar u maakt zich er misschien nu ook wel snel vanaf om te zeggen, ik ben geen zonnekoning geweest. Nee, dat is ook een plakketje op uzelf doen. Ja, zeker. Heel goed gezien. Maar het is ook naar mijn beste weten niet waar. Ja... Ja, een enkele keer. Ik was ook niet zo verschrikkelijk veel in de pers. Maar er zijn wel heel veel dingen gebeurd in Rotterdam waar je dus een opvatting over moet hebben. En als mensen dat dan verbinden met het begrip zonnekoning, ja, het zal maar verder worst zijn. Ik bedoel, ik heb mijn werk gedaan zo goed mogelijk. Met fouten uiteraard. Ja. Meneer Peper, er zijn veel vrouwen geweest in uw leven. Oh, dat is een nieuwtje voor me. Laten we er eens naar één gaan kijken. Ik denk dat hij nadat hij geen burgemeester meer was en ook geen minister meer was, zeg maar 2 jaar daarna of zo, toen heb ik hem beter leren kennen. Toen is hij wel wat, om het maar zo tuttig te zeggen, nederiger geworden. Ja, dus die kant heeft hij wel? Die kant heeft hij absoluut. Ja. Ik zou toch niet moeten denken om steeds met zo'n arrogante bal om te gaan. Maria Heide. Wereldberoemd in Rotterdam, was tot 4 jaar geleden eigenaar van boekhandel Van Gennep in de havenstad. Peper en zij hadden 4 jaar een relatie en zijn nu goede vrienden. Ze herinnert zich hoe Peper na de bonnetjesaffaire veel voor zijn kiezen kreeg. Dat was toen heel vervelend. Als ik met hem hier over de binnenweg liep, dan waren er echt wel mensen die van een terras die dan echt vreselijke dingen riepen. Graaier of... over die bonnetjes. Maar Bram liep dan altijd gewoon rechtdoor, stoïcijns, of hij niks hoorde. Ik werd altijd woedend. Ik ben dan wel eens naar zo iemand toegegaan.
Nou, niet om zijn huid vol te schelden, daar ben ik natuurlijk ook weer te netjes voor. Maar dat ik vond dat dat gewoon niet kon. En wat heeft het voor hem betekend dat na die hele affaire, nadat hij heeft moeten aftreden als minister, dat ook zijn vrouw Nelly hem verliet? Nou, ik denk dat hij dat heel erg vond in die tijd. Dat hij dat ook niet helemaal begreep. Ik denk het nog niet. Nee, want? Maar nog niet? Nou ja, maar dat is echt een non-onderwerp. We hebben het er gewoon niet over. We hebben het er niet over. Dan zegt hij ander onderwerp, roept hij dan. Als het over Nelly gaat? Ja. Want hij heeft ook niet een echt heel florisant liefdesleven, zou je kunnen zeggen. 3 echtscheidingen. Heeft u idee hoe dat komt? U kent hem goed? Nou ja, ik denk dat je ook wel, om met Bram getrouwd te zijn, moet je ook wel een soort weerwoord hebben. Dat vind ik altijd heel gevaarlijk om hier nou iets over te zeggen, maar... Ja, Bram, ik denk dat hij altijd werkte in de eerste plaats. Dat hij alleen maar met werk bezig was. En dus in die zin was Nelly natuurlijk denk ik ook alleen maar met werk bezig. Dat dat ook zo goed ging. Ja, er zijn wel heel veel vrouwen altijd toch dol op hem geweest, hoor. Ook zijn zussen bijvoorbeeld, die zijn echt dol op hem. Zijn dochter ook. En ja, zijn zoon, die laat dat natuurlijk, die is een beetje zoals hij. Dus die laat het ook niet helemaal merken. Maar zijn andere zoon ook, dus... Maar ja, hij is gewoon... het is niet een enorme prater. Ja, wel over politiek. Daar kan hij wel echt werkelijk van 7 tot 's nachts 3 uur met je over hebben. Of alles uitleggen. Hij is altijd een beetje een docent. Hij wil je graag iets leren. Maar echt over gevoelens of vertrouwelijke dingen... dan is hij gewoon vaak niet thuis. Meneer Peper, nu even niet over politiek, maar over gevoelens. Dat is niet iets waar u het graag over heeft? Nee, dat heb ik... Dat vind ik nou echt tot de privésfeer behoren. Ik hou niet erg van psychologiseren, maar... ik heb ze uiteraard wel. Maar ik... nee, ja... Je vervalt gauw in clichés van het is een gevoelig mens, maar hij kan ook wel heel hard zijn en dat soort gedoe. Dat schiet allemaal niet op, zal ik maar zeggen. Het valt me wel op dat u opeens heel zachtjes gaat praten. Ja, dan heb je het al. Daarom geef ik aan dat ik er niet graag over praat. Ja, maar hoe zou u uw liefdesleven willen omschrijven? Gematigd rampzalig. Gematigd rampzalig? Ja. Dus daar heb ik geloof ik geen goede hand in gehad als ik het... weer op een andere manier moet zeggen. Maar als u er nu op terugkijkt, wat had u anders moeten doen dan? Ja, dat is allemaal terugkijken. Ik bedoel, je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Maar als ik één ding mag zeggen... ik heb een onbedwingbare neiging om te pleasen als het vrouwen betreft. En raak tegelijkertijd geheel blind en denk... nou, dat zal wel een goed mens zijn. Ik ben een weekhartig typeje vergeleken met mijn professionele. En dan denk ik, goh, ik vind een hoop vrouwen heel interessant. Maar ik zie de meest voor de hand liggende dingen niet. Zoals? Nou ja, daarom vertrouw ik het. Ik vertrouw mezelf niet meer als beoordelaar, begrijp je? Dus ik wil absoluut geen relaties van duurzame aard. Het wordt ook steeds minder interessant bij mij natuurlijk met mijn leeftijd. Ja. En heeft u veel liefdesverdriet gehad in uw leven? Ja, heel veel. En hoe erg is dat liefdesverdriet? Dat is erg, maar daar moet je niet in blijven steken, want ja, dat schiet ook weer niet op. Ja, want een van die scheidingen werd net ook al even genoemd. De relatie met Nelly Kroes, die was toch wel het meest in het oog springend. Zij gaf een interview aan het AD eind vorig jaar. En daarin zei ze dat ze alle foto's van haar huwelijken heeft verbrand. Ja. Nou ja, daar was ze wel goed in, geloof ik, hoor. Wat vindt u daarvan dan? Ook de foto's van u en Nelly, haar? Nelly heeft, dat komt mij niet vreemd voor. Dat je dus... een voorbaardige verbranding krijgt. Een soort crematie. Maar doet dat pijn? Nee.
Want het ging mis met haar? Dat deed pijn, natuurlijk. Ja. Maar goed, ja... ik ben wel iemand die zegt van... dat is a fact of life. Wat zal ik nou gaan zitten opwinden? Anders dan een korte tijd van dat je dingen een beetje moet regelen en zo met elkaar. Maar is de bonnetjesaffaire debet geweest aan de scheiding? Dat weet ik niet. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ik werd wel een stuk minder interessant in ieder geval. Dat, mag ik het daarbij laten? Voor Nelly bedoelt u? Denk ik, ja. Heeft u het zo gevoeld? Ja, zo'n beetje wel, ja. En hoe merkt u dat dan? Ja, dat weet ik allemaal niet, joh, maar... Dat is allemaal micro-gedoe in... Ziet u haar nog wel eens? Nee. Zou u dat willen? Dat is niet mijn eerste prioriteit. Bram Peper heeft 4 kinderen uit 3 relaties. Hij zag hen jarenlang niet. De oorzaak? Relationeel gedoe en te veel werk. Is dat het waard geweest om uw kinderen ja, te ik vind, zien? Ja, ik vind dat ik mijn kinderen tekort heb gedaan, ja. In het algemeen, zal ik maar zeggen. Daar heb ik onvoldoende op gelet, vind ik zelf, ja. Ja? Ja. Maar dat heeft allerlei oorzaken, maar dat is gewoon... uit oogpunt van verantwoordelijkheid had ik daar... mij sterker moeten opstellen in hun richting. En wat bedoelt u daar dan mee? Presenter moeten zijn geweest. Ze waren altijd welkom, maar je kunt zelf ook het nodige doen. Ja. Begrijp je? Dus daar... Een levensles? Ik zou daar geen moeite mee hebben om die nederigheid... of om dat voluit wat ik nu doe te erkennen. Absoluut. U bent moeilijk te been, want u heeft 2 nieuwe knieën. Hoe moeilijk is dat aftakelende lijf? Ja, dat vind ik wel moeilijk. Begrijp je? Is als je, ja, je kunt altijd nog ergere dingen hebben. Dus daar hou ik me ook mee op de benen als ik dit woordgebruik mag permitteren. Maar het is wel heel lastig. Is het moeilijk om oud te worden wat dat betreft? Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ik heb 5 maanden totaal de laatste jaren in het ziekenhuis gelegen. Dus als je dan niet hebt nagedacht over het leven en de dood... Ja, dan zit je wel. Wat zie je er anders te doen in zo'n ziekenhuis? Bent u zelf eigenlijk bang voor de dood? Nou, ik denk er wel vrij veel aan, eerlijk gezegd. Ik lees er ook eigenlijk veel over, maar niemand... ik heb nog nooit gesproken. Iemand die zegt dat was wel een gezellig moment om dood te gaan. Die heb ik nog nooit gesproken. Waarom bent u er zo mee bezig? Nou, omdat ik het wel interessant vind. Aan het eind van je leven dan... komt de dood dichterbij. En ik bezoek iets te veel crematies en begrafenissen, nietwaar? Dus mocht je er zelf niet op komen, word je er wel aan herinnerd dat je vaak mensen die jonger zijn dan jij overlijden. Dus ja, ik ben een beetje iemand die zegt... 1, ik laat me niet te veel onderzoeken door specialisten, want ze vinden altijd wat. Dat moeten we niet doen. 2, Het staat stoer om te zeggen, ik ben niet bang voor de dood. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Nu, ik zie wel. Simpele con bonjour, hè?